Het is aandachtig niet al dag dat de mensen een reuzenruier van zo nabij beskou nie. Nog minder waar hij op zo'n groot baber gevangen het. Nou, Jannie Kutsi het hier die verbazende beelden afgenomen in Mapungubwe, zijn nationale park. Die ruier vangt die baber is duidelijk gekwetst en dan skielik los hij om, blaas zijn nek en kopvieren omhoog, natuurlijk om zijn lichaamsgrootte te verhoog en dan skielik sy die mens hoekom. Want visarendse kind het natuurlijk die prooi hier gezien. Nou, hierdie gedrag staan bekend als kleptoparasitisme, waar dieren prooi bij ander afneem. En de mens krijgt het vooral bij voels. Ik denk dit is rechtig van die interessantste beelden wat ik in een baie lang tijd gezien heb, dat die visarend wel bereid is om een reuzenruier aan te nemen. Die bek van die ruier is baie scherp en werkelijk baie gevaarlijk. En toch is die druk op die voedselbron so hoog dat die visarend die gevaar loopt om seer te krijgen en so groot man aan te vat. Baie boeiende beelden.